Hey Marco, prima! Welkom allemaal! Ik wilde de Sims gaan doen vandaag, want er is dus een meme. Hey Marco, hi, prima! Hey Marco, hi, prima! Ik ken hem niet, want ik heb geen TikTok. Maar ik was dus woensdag aan het streamen en op een gegeven moment zegt iemand in mijn chat random: hey Marco, prima! En ik denk, er zit geen Marco in mijn community, voor zover ik weet. Was wel vlak daarvoor een raid binnengekomen, dus toen dacht ik, heeft hij tegen iemand anders? Tegen wie heb je het? Maar dat is dus een TikTok meme over de cliché dingen die vaders doen, volgens mij, als ik het goed begrepen heb. Dus toen dacht ik, we gaan gewoon lekker de Sims in en we gaan gewoon een cliché vader maken. En die noemen we dan Marco Prima. Vond van mezelf wel een grappig idee om een Marco Prima sim te gaan maken. Ik zat te denken om misschien een keer weer met een verhaal te maken en dan van die cliché antwoorden die vaders dus doen. We gaan voor volwassenen, want jongvolwassenen is te jong voor een vader en een oudere kan, maar we gaan voor volwassenen. Hoeveel voodoo pas ik op mijn vrienden toe voor eigen plezier? Alle voodoo, een beetje voodoo, geen voodoo. Zeggen we, we gaan antwoord geven op deze vraag of zeggen we, nee, die past niet bij, hey Marco, we skippen hem. Peter zegt alle voodoo. Ja, Peter, jij bent vader, dus... Vaders zijn wel van de dad jokes, hè? Past voodoo daarbij? Ja, als Peter zegt alle voodoo. Hoppatee, alle voodoo. Hey, een opvoedvraag. Nou, perfect. Als ik kinderen opvoed, welke waarden wil ik ze dan meegeven? Goede manieren, creativiteit of chaos? Nou, jongens, wat zou een hey Marco antwoord zijn? Miss Divi zegt vaders chaos, denk ik. Peter ook. Nee, jullie zijn het met elkaar eens, dus we gaan voor chaos. Oh, het doel is al bepaald, jongens. Wat doe ik graag buiten? Vissen, tuinieren of schat opvragen? Nou, zelf zou ik die doorstrepen. Frederik zegt juist wel schat opgraven. Peter zegt tuinieren. Ja, ik zou dus gaan voor tuinieren of vissen. Alleen zijn dat in mijn hoofd opa-activiteiten. Omdat mijn opa ze allebei deed. Mijn opa ging vissen bij Schiphol en had een eigen moestuintje. Maar ik zie Peter dus zeggen tuinieren, dus we gaan lekker voor tuinieren. Oké, wat vind ik van routine en structuur? Dat vind ik op zich ook wel een vraag voor een vader. Sir, yes sir. Het is handig bij het plannen van dingen. Plannen van dingen? Plannen. Of daar heb ik helemaal niks mee. Routine en structuur. Ik zou dat meer een moedervraag vinden eigenlijk dan een vadervraag. Kijk, Frederik zegt al niks mee. Kijk, Peter zegt ook al, daar heb ik niks mee. Annette zegt helemaal niks. Kijk, ja, zie je? Dit zou een moederantwoord zijn. Dit is inderdaad een vaderantwoord. Heeft hij? Nee, dit is geen Marco-vraag. Ik vind het heerlijk om het park te bezoeken en wat frisse lucht op te snuiven, te joggen of alle honden te aaien. Frederik zegt alle honden aaien. Peter zegt frisse lucht. Tessitas zegt honden. Beertje Renaat zegt te joggen. Ja, er is wel een Hey Marco TikTok dat hij aan het joggen is, hè? Oh, dit is een... Ik denk dat ze allemaal wel zouden kunnen. Maar omdat... Want ik zie Renaat nu zeggen te joggen. En omdat er een Hey Marco Prima TikTok filmpje is van die Sam die het dus gemaakt heeft. Terwijl die aan het joggen is, gaan we voor die. Waarom krijg ik allemaal opvoedvragen? Wat is dit? Dit is heel, heel goed gepland van het spel. Hoe betrokken wil ik zijn bij het leven van een kind? Ik zie trouwens dat het subdoel is ook al gekozen. Dus we hebben al een bonuseigenschap. Wil ik een ware ster grootbrengen? Daar heb je toch een au pair voor? Of dat staat niet echt in de planning? Hoe betrokken wil een Hey Marco vader zijn? Een cliché vader, hè? Ik zou niet voor au pair gaan dan. Dat vind ik dan echt meer kak. Peter zegt ware ster grootbrengen. Als ik echt denk aan een cliché vader, dan denk ik niet iemand die hier... Au pair, hier heb je mijn kind. Ik volg Peter op. We gaan een ware ster grootbrengen. Wat omschrijft succes? Hup, nieuwe vraag. Als ik aan de universiteit denk, kijk ik het meest uit naar het onderwijs, de mensen of alles? Oh, Peter zegt de mensen. Kijk, je kan het zien vanuit het perspectief van een tiener. Als ik aan de universiteit denk, dan denk ik aan wat het onderwijs, welke bachelor wil ik volgen. Je kan aan alles denken. Maar als je later terugdenkt aan je universiteitsperiode, je studententijd, dan denk je toch aan de mensen. Dus ik vind dat wel een goeie, de mensen. En het is ook, hey Marco, prima. Hij zegt toch al tegen iedereen gedag. Dus ja. Kijk, weer een kinderenvraag. Heerlijk. Als ik in de buurt van kinderen ben, voel ik me geïnspireerd. Ze zijn onze toekomst. Verveeld. We hebben niets met elkaar gemeen of geïrriteerd. Ze ratelen maar door. Peter zegt dan meteen geïrriteerd. Frederik zegt geïnspireerd. Nou, je ziet al welke van de twee een vader is en welke niet. Verveeld zou ik dus niet zeggen. Ik zou dus inderdaad voor de eerste gaan of voor de laatste gaan. Antwoorden zijn allebei een keer gegeven in de chat. Maar aangezien Peter de vader van de twee is, gaan we voor geïrriteerd. De sportoutfit moet in ieder geval een fietsbroek bevatten. Ja, help me herinneren zo meteen. Straks is hij een ik haat kinderen sim. Oh, ja, we hebben wel een eigenschap erbij. Ja, als die goed is, dan maken we gewoon een nieuwe sim hoor. Het is etenstijd en ik heb trek. Wat is het plan? Mijn lichaam is een tempel op sim.
Instagram naar recepten zoeken, waren ze het dichtstbijzijnde buffet. Ik zou voor die gaan. Mijn lichaam is een tempel, vind ik meer wellness-achtige Sims. Sportieve Sims. Simstagram naar recepten zoeken vind ik meer een moederding, denk ik. Of iemand die van hobby koken houdt. En Peter zegt ook buffet. Frederik zegt ook buffet. Als ik denk aan de clichévader, in dit geval het dichtstbijzijnde buffet... gaan. Deze is goed. Hoe gedraag ik me in groot gezelschap? Ik zorg dat iedereen tevreden is. Ik klap dicht of ik pak de leiding. Ik zou die niet pakken. Ik klap dicht zou ik niet pakken, want anders roep je ook niet naar mensen. Hey Marco, prima. Dus gaan we voor tevreden of gaan we voor de leiding? Frederik zegt de leiding. Peter zegt de leiding. Meike zegt de leiding. Oh, het wordt de leiding. Bianca zegt de leiding. Oké. Het is... een ondeugbaas. Dat vind ik echt een clichévader. En hij is daardoor schurkerig. Oké. Hij is extravert, vind ik passen. Hij is actief, dat komt dus door de joggen, vind ik ook wel passen. Hij is ook kwaadaardig. Dat zou ik misschien zelf niet zo hebben gekozen. Ik zou denk ik eerder voor grapjas zijn gegaan. Hij is werkloos! Maar ik vind dat de clichévader eigenlijk werk heeft. Hij heeft wel een charisma. Kijk, hij heeft wel de ondeugdvaardigheid. En een standaard kapitaal. Het enige waarvan ik zeg jammer is de kwaadaardige. De rest vind ik helemaal goed. Oké, nou deze man heet natuurlijk Marco... Prima. Ja. Zullen we gewoon dit gezicht laten? Ik vind bruin haar ook wel een goede keuze eigenlijk. Oh, we hebben nu weer wat nieuws gekregen. Oh, dit ziet er wel geinig uit. Stoppelbaardje, want dat vinden kinderen irritant. Ja, mijn oom. Oh, elke keer als ik dan op een verjaardag mijn oom 3 kussen moest geven, vond ik als kind heel vervelend. Ik wil geen hipsterhaar of zo. Sommige kapsels staan in die zin heel leuk. Maar dan denk ik, nee, we moeten voor een clichévader gaan. We gaan even alle clichés uit de kast. Ik zit ook te denken, misschien een bril geven. Ja, hier heb je ook een beetje een... Hoe heet dat? Zo'n U-vorm. Een teruglopende haargrens. Dat geeft wel een beetje teken van ouder worden. Ik kan ook nog dit doen. Of deze. Dan zit er wat grijs in. Een zilverfox. We gaan er een zilverfox van maken. Hier, nog meer zilverfox. Het haar zit te gestyled. Oh, dit vind ik ook wel goeie. Ja, deze voel ik wel met de vibe die je hem wilt geven. Willen we nog gezichtsdetails geven? Kijk. Oh, waarom kunnen ze niet allebei? Wat is dit nou weer? Gaan we voor voorhoofd of gaan we voor kraaienpootjes? Hele zenuwige kraaienpootjes. Ja, daar begint het wel mee. Hè? Het begint eigenlijk wel met kraaienpootjes. Dit komt toch veel later. Kleding. Blanker, maar wel een bierbuikje. Dat vind ik wel goeie. En dan gaat hij met joggen, gaat hij de rest maar wegwerken. Als ik denk aan alledaagse kleding, dan denk ik in ieder geval aan een spijkerbroek. En ik denk dan ook aan een t-shirtje. Shirt met lange mouwen. Oh kijk, zoiets kan wel. Dit vind ik een optie. Dit vind ik dan weer zonde dat er zo'n ketting om me heen hangt. Stop die ketting dan mijn accessoires. Dan kan ik er zelf voor kiezen. Oh, we doen deze. Dit wordt hem. Oh, kijk, met opgestroopte mouwen. Kijk, dit vind ik top. Groen of bruin? Dit vind ik heel licht. Zwart vind ik te donker. Meike zegt groen. Oké. Groen. Groen. We gaan voor groen. Schoenen. Ik denk gewoon schimpies of zo. Oh, zoiets. Een horloge. Vind ik echt zo'n vaderding, een horloge. Hey, rechtshandigen van jullie. Stoppen jullie je horloge links of stoppen jullie je horloge rechts? Oh, gaan we voor zo'n smartwatch geval? Of gaan we voor zoiets? Jullie zeggen allemaal links. Vind ik niet echt passen. En we hebben die. Nou, we gaan toch... het is een linkshandige papa, jongens. Oké, zeggen we voor... We gaan voor een wat traditioneler klokje. Beetje Rolex-idee. Of gaan we voor de smartwatch? Jullie zeggen Rolex. Oké, we gaan voor de Rolex. Zo. Dan gaan we nu naar formeel. Jeetje, Mina, wat heb jij gedaan? Gast. Doe eens even niet. Oh kijk, hij heeft hier zelfs 2 horloges. Echt die Sims af en toe. Die kiezen dingen uit. In de autoselectie niet te doen. Ik wil denk ik niet een te net pak. Kunnen voor zoiets gaan. Of zelf samenstellen. Wat zou deze papa in zijn vrije tijd doen met zulke oorbellen in? Naar wat voor feestjes ga jij meneer? Oh, dit is net weer een andere kleur. Dit is ook weer net een andere kleur. Heel vervelend. Ik vind het ook wel druk hoor, print op print. En dan zouden we voor zwart moeten gaan, maar dat... Ik weet niet. Ik wil geen stropdas. Nee, dit wordt opa. We maken een papa, we maken geen opa. Ik vind dit eigenlijk wel goeier. Nou, dan gaan we naar sportkleding. En Bianca zei het al eerder in de chat. Hier moet zo'n wielrenbroekje onder. Die hebben we wel, toch? Oh. Wat stoppen we hierboven? Ik vind deze blauw... Ja, het kan. Gaan we voor het blauwe shirt of gaan we voor het grijze shirt met het blauwe zakje? Ik hoef er geen broekje overheen te doen. Ik hoef toch niet nog dit... Nee, dit ziet er heel gek uit. Nee, we doen het gewoon zo. Grijs met blauw. Kijk, jullie zijn het met me eens. Dat is mooi. Gaan we hier lelijke... Kan dat? Als ik dit aanklik? Dat kan. Ja, sportsokken erbij. Nou, onze wielrenner is er klaar voor, jongens. Wacht, je hebt natuurlijk wel dat we deze geven. Dat het zo'n fit tracker is. Oké.
Slaapkleding. We kunnen voor de cliché pyjama gaan. We kunnen ook voor de cliché badjas gaan. Of boxer. Kijk, jullie zeggen al boxer. Oké, okay, nou, slaapkleding klaar. Feestkleding. Dus ik zit weer te denken aan deze. Wat doen we erbij? Zie ik hier iets waarvan ik denk, oh, dat is eigenlijk ook wel leuk. Anders ga ik gewoon voor die spijkerbroek en dan moeten we bedenken wat we er bovenop gaan aandoen. Misschien inderdaad zo'n shirtje met een blouseje of zo. Oh, heftig dit. Nee. Dit vind ik meer pyjama. Oh, dat vind ik ook wel leuk. We doen deze. Ik weet niet, ik vind die rooi het mooist. Het kan wel onder die outfit, we doen het gewoon. Badkleding. Nou, geen bovenkant. En ik weet al wat voor onderkant ik wil. De Speedo. Zijn jullie het ermee eens? Weet je wat ik mis in de Sims 4? Dat hadden we in de Sims 3 wel. Dat is borsthaar en armhaar. Deze man is zo kaal. Ik had hem heel graag borsthaar willen geven. En armhaar en beenhaar. En in de Sims 3 heb je dat wel, maar dus niet in 4. Maar als er één ding is wat ik sowieso wil doen. Als we ze hebben in het spel. Hebben we alleen deze? Sandalen? Ja, ik zat dus. Ik weet niet of jullie het met me eens zijn hoor. Hier aan te denken. Oh. Die sokken horen erbij, vind ik ook. Oké, okay, dan gaan we gewoon een outfit hierbij zoeken. En dan wil ik niet iets hips zoals dit. Eerder iets zoals dit. Al vind ik dit ook een beetje een zwembroek of zo. Dat hebben we allemaal. Moet wel iets kort zijn. Oeh, kijk hier. Opgestroopt ook. Zo'n broek met van die zakken. Gaan we hier dan wel voor een oversized ding? Of, ik weet dat die erin zit, de open blouse. Ik zeg dit. Wat vinden we hiervan? En nou mis je helemaal dat borsthaar, hè? Dan hier nog wat had zitten? Dat was interessant geweest. Ik zeg, we hebben een Marco Prima. Oké, volgende. Winterkleding. Zal ik hem even voor het gemak weer die spijkerbroek geven? Hoppatee. Gaan we voor een jas, dat hij naar buiten kan? Of gaan we voor een trui? Ik denk dat een trui leuker is. Oh, een beertje erop. Die is wel heel leuk. Waarom zit dit bij winterkleding? Het is toch koud? We kunnen ook voor zo'n print gaan. Met koeien erop. Wat goed. Gaan we voor de beer? Of gaan we voor de koetjes? Dat vind ik ook wel leuk. Ik vind deze schattiger, maar ik vind deze grappiger. De beer heeft gewonnen. Ik denk dat we onze Marco Prima klaar hebben, jongen. Dus Marco Prima is een ondeugdsbaas en daardoor schurkerig. Extravert, actief en kwaadaardig. Maar als ik zou mogen kiezen, het is jammer dat je met een verhaal het niet kan veranderen. Maar als ik zou mogen kiezen, had ik die vervangen voor grappenmaker. En dan gaan we even naar zijn outfits kijken. Dus we hebben voor alledaags spijkerbroekie, shirtje met lange mouwen opgestroopt, horloge erbij en gewoon simpele schoenen eronder. Dan hebben we voor formeel een pak aan met, nou ja, niet echt zo'n samengesteld pak, maar gewoon een nette broek met een blouseje en een jasje eroverheen. Formele schoentjes eronder. Dan bij sportief. Dit vind ik de beste. Van alle 8 outfits, dit vind ik de beste. Al komt Barbie outfit ook erg in de buurt, maar dit is echt mijn favoriet. De wielrenlook. Dan gaan we naar nachtkleding. Nou, dan zit hij in zijn charmante hartjesboxer. Dan hebben wij feestkleding. Heeft hij shirtje aan met een soort van jas, blouseje, hoe noem je dat eroverheen. Ook weer de spijkbroek, schoentjes eronder. Dan hebben we natuurlijk bij zwemkleding die hele sexy speedo. Dan bij warm weer. Dit is dus echt mijn tweede keus. Mijn favoriet is de sportkleding, maar deze komt heel dichtbij. De campinglook voor warm weer. Inclusief witte sokken in sandalen. En dan koud weer. Is het een echte knuffelbeer? Nou, ik vind dit een hele toffe. Komt ie weer? Marco, hi, prima. Marco Prima. Ik ga Marco Prima in de galerij zetten. Hey, Marco Prima. Ik hou hiervan. Hoppatee. Hij staat op de galerij, jongens. Jullie kunnen hem downloaden. Ik vond dit leuk. Dit is nou dat content wat je van tevoren niet kan bedenken. Daar loop je gewoon tegenaan. Wil ik dat wel? Hey, Ene Miss Tiwi, heb jij ook niet een 100 baby challenge waar je wel wat vadertjes voor kan gebruiken? Ja, ik moet inderdaad nog wel wat vadertjes hebben. Nou, ik zeg hier Miss Tiwi, we hebben er één voor je. Dit is toch een topvent? Toch een leuke kerel? Dat is toch zo'n lieve vader? Ik zeg, doeg! Thank you.